Het is natuurlijk ook de afscheidswedstrijd voor Jaap Stam samen met Andries Uldering, de trainers van de belofte van Ajax. Druk bij Den Bosch, bij Onana. Zo, dit is niet goed wat Ajax doet. Goed druk gezet door Den Bosch, Belteman. Belteman, die ook weg mag bij FC Den Bosch. De amateurs van Spakenburg hebben belangstelling voor deze Belteman. Eerste kans dus voor Den Bosch. En hij had dus geluk, Onana. Opnieuw Den Bosch. Goed verlengd door Biemans. Dit is Kaluta. En opnieuw Biemans. En Onana. Den Bosch kende natuurlijk een teleurstellend seizoen. Onderweg natuurlijk de trainer ontslagen, René van Eck. Na het bekerrecheck tegen VVSB. Het is wel weer goed wat Biemans doet. Want Sivkovic was dichtbij overigens. Maar met de komst van Vloed zijn de resultaten niet beter geworden. Opnieuw Den Bosch. Richting van de Zanden. Komt niet in balbezit. En de omschakeling. Sivkovic is weg. Sivkovic is weg. Niet te houden. En daar is de 0-1. Ja, dan denk je in de wedstrijd te zitten als FC Den Bosch. Dan heb je balbezit. Maar ja, de omschakelingen. Goed gedaan door Ajax. En Sivkovic met de 1-0. 21 minuut wedstrijd. Ja, Den Bosch speelt aardig. Maar ja, staat wel achter met 1-0. Sivkovic. Op een plek waar je eigenlijk als aanvaller niet mag komen. Dan krijg je ditzelfde rust. Kaluta. Jongen, dit was hem. De kans op 1-1. Is dit een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter. Van de Zanden, goed in de bal gekomen. Kaluta. Richting Slivka. Op het middenveld met de punt naar voren speelt hij. Zo. Zelfde rust. Er was wat miscommunicatie bij de verdediging bij Ajax. Clement. Er is wat ruimte voor Nouri. Nouri. Lekker balletje. Nou, afleggen op Hendricks en Sivkovic. Dit was de kans op 2-0. Voor Owusu. Goed gespeeld door Den Bosch. Havar van de Zanden. Voorbij Onana van de Zanden. En via Clement valt hij binnen. 1-1. Jort van de Zanden. Op een goed moment in de wedstrijd. En misschien wel verdiend omdat Ajax achterin heel slordig speelt. Van de Zanden doet dit handig. En met wat geluk valt hij binnen dus. De gelijkmaker. Belteman. Slivka gaat, krijgt hem ook. Kaluta kiest positie. Die laat hem gaan voor Van der Zanden. Nou, de kans op 1-2 zo vlak voor rust. We zitten inmiddels in de tweede helft van der Zanden. 57e minuut wedstrijd. En zo doet Den Bosch gewoon lekker mee in de wedstrijd tegen Jong Ajax. Geen overtreding. Van de Beek. Lekkere voetballer is er op het middenveld bij Ajax. Van de Beek. Ruimte gecreëerd door Sivkovic. En wachten op lopende mensen zoals deze. Nouri. Heemskerk, wat doe je daar? Nouri, kijken. Ja, lekker gespeeld. En daar is de 2-1. De man die weg mag bij Ajax, Sam Hendricks, scoort in de 63e minuut. Sparta en NEC hebben belangstelling voor het voormalige talent van de Graafschap. Nouri doet dit goed. Van de Beek. Heemskerk kan pareren, maar in de naastoot toch Hendricks, zijn 14e competitiegoal. Goed gespeeld, Ajax is los, Nouri. Oh, lekker balletje op Van de Beek en daar is de 3-1. Ja, er lopen wat talenten rond bij Ajax. Wat een heerlijke assist van Nouri. Kijk, hoe, heerlijk gespeeld en heerlijk binnengeschoten door Van de Beek. En Stam en Uldering kunnen natuurlijk terugkijken op een goed seizoen met Jong Ajax. En als de resultaten vanavond een beetje meezitten, kan Jong Ajax nog boven Jong PSV komen. Dit is ook weer lekker gespeeld, zeg. Nouri. Nouri en Heemskerk. Die voorkomt dus de 4-1. We zitten in de slotfase. Goed, de loopactie van Dankelaai. En het blijft dus 3-1. Jong Ajax sluit de competitie af met een 3-1 zege op FC Den Bosch.
En zo kunnen Jaap Stam en Andries Ulderink met een opgeheven hoofd Amsterdam verlaten.